je bent er wel druk mee. Zeker, loop lekker door. Loop lekker door. Zeker. Hebben ze veel belangstelling? Ja, iedereen is heel enthousiast erover. En de zeventjes vindt iedereen ook fantastisch. En wat laat je allemaal zien? Nou, we hebben informatie over hoe we de buurttuin hebben ontwikkeld. Wat we allemaal gedaan hebben. En we hebben heerlijke thee uit de buurttuin hier. En we hebben zeepjes gemaakt van kruiden. Dus, ja. Nou, en dan komen we kijken natuurlijk allemaal. Zeker, allemaal naar Ruiten Noord, naar de buurttuin Pluk Pluk. Ja, vooral de jeugd heeft belangstelling, geloof ik, hè? Ja, zeker. En daar doen we het ook voor. Ja. En hoe smaakt het? Ja? Wat hebben jullie geproefd? Een mooie biet en het wordt te hard. Alsjeblieft, ja. Dames, jullie geven bomen weg. Wij geven bomen weg. Ja, wat voor bomen? Appel- en perenbomen. Ja. En die kun je zo meenemen? Ja, die worden. En wie biedt ze aan? De gemeente. Wethouder Bruin Brunnesson, goedemiddag. Goedemiddag. U staat hier voor en tussen de kratten met bomen. En de gemeenteraad geeft bomen weg. Dat doen we omdat dat we onze leefomgeving gewoon wat groener willen maken. En daar zijn we op verschillende manieren mee bezig. Vandaag Raalt op Groen. Geweldige manifestatie met ontzettend veel vrijwilligers die van alle kanten laten zien hoe je met klimaat, met biodiversiteit om kunt gaan. En een van de dingen is om Raalt op Groen te maken door bomen te planten. En de gemeente heeft, 250 bomen beschikbaar gesteld. Daar heb je voor kunnen inschrijven en die kun je vandaag meenemen naar huis toe om ze daar te planten. En om zo te zorgen dat er altijd wat groener wordt. Want wat blijkt is dat een omgeving die groener is, daar zijn mensen gelukkiger, gezonder, vrolijker. Dus ja, daar willen we graag in onze gemeente. Ja, we gaan straks nog kijken en luisteren naar André Kuipers. Ja, zeker. Weet u wat voor boodschap hij heeft? Nee, dat weet ik niet. Maar ik schat in dat hij in elk geval vindt dat onze aarde toch wel, als je hem vanuit de ruimte bekijkt, dat hij best kwetsbaar is. En dat we met elkaar ons best moeten doen om te zorgen dat we ook onze kinderen en kleinkinderen straks nog een goede aarde aantreffen. Dus dat verhaal dat staat ook centraal in deze hele dag. Die met name door. Dan moet ik wel bijzeggen, door Raalte 900 is georganiseerd en de werkgroepen die daarbij horen. Die hebben met tomeloze inzet 900 jaar bestaan van Raalte toch tot een feest gemaakt. Nou, we zijn al bezig met allerlei verschillende zaken natuurlijk. Met andere vormen van energie, dingen efficiënter te doen, andere vormen van voedselproductie. Dus we weten heel goed wat we moeten doen. We zijn slim genoeg en nou moeten we nog zo verstandig zijn dat we het ook gaan uitvoeren. Ja. U hebt vanuit de ruimte kunnen zien. Kon u ook het verschil zien tussen verschillende werelddelen? Heel duidelijk kan je 's nachts zien dat er heel veel mensen op deze planeet wonen. En je kan zelfs natuurlijk de verschillende landen eruit halen door bijvoorbeeld het stedenpatroon, het lichtpatroon in de steden. Dat kan je goed zien. Sommige landen die hebben heel veel licht. Als je vanuit de ruimte een grote oranje plek ziet, dan is het niet Nederland, dan is het België. Want die hebben al hun snelweglichten aanstaan. En je kan heel goed verschillen zien tussen landen. Ja, overdag en 's nachts. Nou, over 100 jaar is het moeilijk altijd te voorspellen wat er over 100 jaar gaat gebeuren. Er komen technologieën en technieken aan die waar we nog helemaal niet aan denken misschien. Ik hoop dat we in de tussentijd zo verstandig zijn dat we in evenwicht komen met de natuur, met planten, met dieren. De planeet is niet alleen van ons, hè. We delen dat met allerlei andere diersoorten, plantensoorten waar we ook afhankelijk van zijn. Als wij onze bossen wegkappen en de zeeën leegvissen, dat snijden we ook in onze eigen vingers. En dus dat besef, dan hoop ik dat we over 100 jaar zeggen, nou, toen kwam dat besef en het begon in Raalte. Ja.
Mijn lievelingsplaneet. Nou, het is het mooie met die ringen. Die is mooi. Saturnus. Maar mijn lievelingsplaneet is onze eigen planeet. Want daar heb je groen. Daar heb je dieren en planten. En kun je gewoon ademen. En dan kan je drinken en zwemmen. En op andere planeten kan het allemaal niet.